Dank je, ik hou ook van jou. Zij is het. Waar ga je heen? Hallo Barbie. Een vampier? Ik eet mensen zoals jij als ontbijt. Oh jongen. Handtekening iemand? Ik? En ik? Ik ben geobsedeerd door vampieren. Huh? Hoe komt dat? En ik dan? Dus wat moet ik nu doen? Dit is voorbij. We hebben niets gemeen. Alsjeblieft, ik wil weer populair worden. Nee, mijn make-up is verknoeid. Tijd om het te herstellen. Het is tijd voor een vamp-geïnspireerde makeover. Contouren. Oeps, maak je geen zorgen. Dit is op te lossen. Highlighter. En blush. Een sleutelhangersponsje komt in beeld. Mooi mengen. Bedankt en tot ziens. Gezichtspoeder. Niet deze. We hebben een speciaal vampierpoeder nodig. Bleek genoeg. Hier is een idee. Ik breng een laag vette lotion aan op het perkamentpapier. Scheuren van hete lijm. Meer roze glitter. Mooie bloedige tranen zijn klaar. Het aanbrengen van glitter op het onderste ooglid. Zwarte lipliner en een roze lip. De perfecte combinatie. Ik ben de hoektanden vergeten. Het laatste wat we moeten doen is de kleur van de ogen kiezen. Cool blauw is precies goed. Donkere wimpers. Pas op. Huh? Nancy, ben je daar? Hey meiden. Is dat Barbie? Hij is zo schattig. Hi. Huh? Oeps. Ah, vleermuizen. Zie je ze ook? Mijn telefoon. Je blijft liever in het kluisje. Oh, hoi. Ben ik nog steeds in mijn pyjama? Hallo? Wauw. En dag. Wacht even, je moet me helpen. Een zilveren ring? Echt waar? Je verandert me in een vampier. Afgesproken? Ik denk het. Maar eerst moet je de taak op de lijst volbrengen. Easy peasy lemon squeezy. Het hangt ervan af. Oké, deal. Basis. Dat is spannend. Er is een vampier op de universiteit en ik zal hem vangen. Een ton zilveren munitie. Klaar. Knoflook kleingeur. Check. De sleutel tijdens de vampierenjacht zijn maracas. Oh ja. Handschoenen, zonnebril. Mijn stijl kan elke vampier wegblazen. Ik begin met schoonmaken. Ik ontdoe me van stof. Ik heb honger. De lunch is zo dichtbij. Het is te gemakkelijk. Ja. Wat? Oh nee. Mijn prachtige hoektanden. Ah. Oef, het is maar een droom. Het schoonmaken is voorbij. Goed. Ik ben klaar met huiswerk. Waar is ze? Geweldig. Stofzuigen is vermoeiend. Ik kan de stofzuiger niet onder het bed schuiven. Ik zal helpen. Je bent sterk. Bedankt. Ik heb al honger. Dan zijn we met z'n tweeën.
Een snack? Waarom duurt het zo lang? Hier is de levering. Hoi, je bestelling. Contant? Ja. Oeps, ik heb geen contant geld. Huh? Wat? Ik regel het wel. De bezorger is zo'n snack. Jongens, help! Meer duimen, meer geld. Dank je. Ik heb geld. Dag. Ik heb honger. Neem een hamburger. Wat dan ook. Zo lekker. Eten is een ritueel. Hier komt niets. Dat was snel. Ik moet het je nageven. Het is om je vingers bij af te likken. Verdomde saus. Een vampier was hier nog niet zo lang geleden. Wat dacht je van een nieuwe nagel? Wat kan ik anders doen? De hoektanden zijn allemaal vies. Kan wel een schoonmaakbeurt gebruiken. Raak de gordijnen niet aan. Huh? Ik sta in brand. Hou vol, ik kom eraan. Nee. Daar, de zon is weg. Nauwelijks gehaald. Jammer, ik kan nooit op het strand zijn. Ik heb een idee. Zo mooi. Een beetje zeewind kan geen kwaad. Ik heb er nog nooit van gedroomd. Ik ben gebakken. Alsjeblieft, het is zo dichtbij. Prima. Dank je. Het was het beste cadeau ooit. Wil je me nu helpen een vampier te worden? Helemaal. Maar we moeten naar de universiteit. Een vampier zijn is een grote verantwoordelijkheid. Wow, wie is dit? Dat is ze. Liefde op het eerste gezicht. Vampierdoder. Zie ik er leuk uit? We vertrekken. Waar is ze? Ik ga niet. Geen reflectie. Hey. Hoi. Kom mee. Wat? Geen reflectie? Dat is vreemd. Je haar is te lang. We moeten dat oplossen. Wat doe je? Vertrouw me. Prima. Dat is misschien wel beter. Er is meer. Wat? Huh? Laten we toverdrank maken. Wat? Een vleermuis, een gemuteerde vlieg. En een dinosaurusbot. Een spin. Ik ben bang. Abracadabra. Het is gewoon praktische magie. Om haarverf te krijgen. Echt? Ik vind het geweldig. Breng verf aan op een haarlok en wikkel het in folie. Zo schattig. Een haardroger gebruiken om het te versnellen. Wauw. Het is geweldig. Zeker weten. Wat dacht je van een paar gekleurde strengen? Alsjeblieft. Prima. Heldere strengen komen eraan. Joep. Pie, nu kan ik weg. Wacht even. Zo ga je nergens heen. Huh? Waarom niet? Vampieren dragen dat niet. Hier. Oh nee. Oké, prima. Laten we dit t-shirt een tandje hoger zetten. Een helft afsnijden. En een schabloon gebruiken om een patroon te maken. Lijm aanbrengen op stof. Jouw beurt. Voeg glitter toe. Wow. Het is geweldig. Geen twijfel mogelijk. Wat de roze top betreft, die kussen we vaarwel. Wow.
Zullen we een fotoshoot organiseren? Oké, stap in. Is het gezicht eng genoeg? We zullen zien. Oh, wow. Wow, wat vinden jullie ervan? Nu moeten we gaan. Het stinkt hier naar een vampier. Dit is haar jas. Oh nee, het is bloed. Een foto. Ze is een vampier. Laten we niet op de zaken vooruit lopen. Ga meteen aan de slag. Dat was leuk. Spot aan. De vampierdoder is in de buurt. Hij is het. Ik besta niet. Hé, waar ga je heen? Hebbes. Dag. Hé. Waarom moest je een vampier zijn? Ik ben er kapot van. Dit is geen tijd voor sentiment. Tijd om te handelen. Wat? Huh? Knoflookbescherming. Parfum? Ik heb ook wat. Een zilveren shuriken telefoon. Hebbes, hier is mijn telefoonnummer. Nee. Dat is het. Je laat mijn bloed koken. Geheim wapen. Niet de marakels. Die maken me gek. Dansen? Nou, ik hou van zingen. Genoeg. We moeten dit stoppen. Je hebt verloren. Rustig aan. We zullen zien wie sterker is. Jij wint echt niet. Huh? Wat? Mijn beste vriendin? Ik? Echt waar? En jij bent mijn liefde. Ik wist het. Laten we nog lang en gelukkig leven. Mijn fans zijn terug. We houden van je. Dat is geweldig. Hersenen. Zombies. Dat betekent dat ik een zombie moet worden. Een klein litteken, cool. Ik wil een volledige zombie makeover. Ik ben er gek op. Dat zal Colin helpen me op te merken. Oh, Colin. Wauw. Wat is er mis met hem? Het was allemaal verspilling. Julie, ik zal helpen. Hallo? Hallo? Niemand kan me helpen. Dit komt omdat je me niet kent. Dus jij bent een zombie-fan. En dit is je verliefdheid. Dit gaat niet door. Ik kan niet zien. Je hebt een makeover nodig. Het wordt een hele uitdaging. Eerst maar eens de zombies wegwerken. De valse wimpers verwijderen. De lenzen zijn ook niet welkom. Tot ziens, lenzen. Laten we al deze klemmen eraf wassen. Vertrouw me maar. De volgende stap is reinigen. Oké, ik duik erin. Geweldig. Ik breng gezichtsreinigingsschuim aan. Schuim is cool. Wacht even. Als je gezicht wast, moet je een nieuwe massageborstel gebruiken. Geweldig. We kunnen niet zonder een zombie beauty set. Meng het droge component met de activator tot een gladde massa. Breng het voorzichtig aan met een borstel langs de massagelijnen. Het duurt 15 minuten voor je er als een zombie uitziet. Geen zorgen, warm water maakt het goed. Eén druppel bloedschilfering. De volgende stap is altijd lotion. Of gel. Of alles tegelijk. Ik stel een serum voor. Waar is mijn bril? Ik ben blind zonder. Hé, maatje, gaat het? Wat is er gebeurd?
Ik heb een zombie ontmoet, dus ik viel flauw. Een zombie? Echt? Op deze dag heb ik mijn hele leven gewacht. Kom mee. Mijn anti-zombie-arsenaal. Dat is genoeg om een zombieleger aan te kunnen. Ik heb hier een tijdje aan gewerkt. Behoorlijk indrukwekkend. Hoe vinden we deze zombie? Wat? Dat is ze, de zombie. Nee, ze is mijn zus. Zij is in een zombie veranderd. Laten we gaan. Je zult het zelf zien. Hier is haar kamer. Kijk. Een zombie? Zombie? Waar is mijn bril? Oh, mijn gezicht. Wat kunnen we doen aan mijn vervelende buisjes? Neem een hapje. Dat werkt verzachtend. Maar de buisjes zijn er nog steeds. Het wordt moeilijker. Zo lekker. We kunnen niet zonder chemische bescherming. Laten we aan de slag gaan. Ik heb het gereedschap. Ben je er klaar voor? Als je niet kijkt, is het niet zo eng. Ik kan het zo aan. Oh, de bril kwam goed van pas. Zwaar geschud is hard nodig. Een vacuüm gezichtsreiniger. Oh, is dat een worm? Nou, ik wist dat het apparaat de acne in een oogwenk zou verwijderen. Wat de roodheid betreft, leuke pleisters zullen helpen. Een kat, een konijn. De bende is er allemaal. De puistjes zijn weg, maar de donkere kringen onder de ogen zijn verdwenen. Naar de spiegel. Waar zijn de pleisters? Ik zie geen. Oh, daar. Geweldig. Hoe ziet dat eruit? Oh nee, hier zijn de ooglapjes. Een roze Barbie-masker is wat je nodig hebt. Het is zo sprankelend. Geef het wat tijd. Je moet de pleisters en het masker afdoen. Het masker is prachtig. Waar is de bril? Niet deze. Ik heb er nog meer. Nee, dat is nog erger. Deze? Echt niet? Deze zijn mijn favoriet. Je hebt gewoon contactlenzen nodig. Goed gezien. Je nagels, het is een noodgeval. Roze lak zou perfect zijn. Ik ben gewend mijn nagels anders te doen. Hou ze even in de grond. Jakkes, je hebt een handpad nodig. Een borstel zal het vuil verwijderen. Ziet het er goed uit? Ik weet het niet zeker. Hier zijn vochtinbrengende handschoenen voor je huid. Zo zacht. De huid van mijn handen voelt als zijde. Laten we de nagels doen. We plukken tips. Lijmen ze op. Wat is het volgende? Dan doen we nagellak op. Roze is een nee. Roze is goed. Wauw. Zo ga je op zombiejacht. Ben je serieus? Oh yeah. Kijk en leer. Bang! Dat is indrukwekkend. Jij bent de volgende. Ik kan het niet. Je kan dit. Stel je voor dat er een zombie voor je staat. Dat kan ik wel. Geef me de blaster. Probeer dit om te beginnen. Oké. Ik ben te bang. Probeer het met je ogen dicht. Nog steeds eng. Verman je broer, het zal werken. Ja bro, ik ben er klaar voor. Pak aan, zombies. Spot on, bro. Bedankt voor de les, man.
Ik maak van jouw haar een echt meesterwerk. Doorborstelen. Vervolgens veel stylingschuim. Vervolgens breng ik het product aan op het haar en doe het in een knot. Knippen maar! Doe nu de rest van het haar in een paardenstaart en vorm een prachtige knot. Meer haarlak. En verdeel de strengen in delen. Klaar! Wat denk je? Vreselijk! Ik ben meer een persoon met lang haar. Het perfecte kapsel kiezen. Nee? Nee? Ah. Oh ja! Oh, wauw! Ik heb een geweldig idee! Oh nee! Aansteken! Stop! Het gaat ontploffen! Klaar! De zombiekamer is veranderd in een Barbiekamer! Roze overbelasting. Geweldig. Jij gaat op de plank staan. Eeuw. Wat is die geur? Het is mijn zombie parfum. Vind je het niet lekker? Natuurlijk niet. Probeer deze eens. De geur is betoverend. Make-up tijd. Ik kan niet. Ik wel. Gezondheid. De make-up is klaar. Wat ben je aan het doen? Deze troep opruimen. Je weet dat dit mijn favoriete spullen waren. Deze voorraden gaan 5 maanden mee in geval van een zombie-apocalyps. Luister goed. Ik heb een veilige vluchtroute ontworpen. Aangenomen dat het veilig is als er overal zombies zijn. Zo interessant. Zombies zullen zich naar drukke plaatsen haasten. Goed punt. Maar we zijn veilig omdat we voorbereid zijn. Wat? Heb je onze noodvoorraadvoedsel op? Het was een ongeluk. Wat nu? En? Zie ik eruit als een schattige zombie? Nee! Dit wapen moet genoeg zijn. Ben je gewapend? Ik ga volledig uitgerust op zombiejacht. Oké. Schattig! Nee, nee, nee! Ik ben klaar om te vechten. Mam, ik doe mee. Laten we gaan. Geen zombie kan ons ontsnappen. Oh. Dat was nogal een spektakel. Geef deze zombie-vibe op. Barbie-stijl is meer iets voor jou. Probeer het eens. Griezelige laarzen. Hier komt een zombie. Zombie? Kom met mij mee. Hoi. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo mooi is. Oh, dank je. Wat is dit voor kleding? Ik ben Colin. Hey Colin. Vergeet de bloemen niet. Zijn zombies niet langer een ding? Jammer. Oh, wauw. Veel plezier. Dank je. Dit is voor jou. We zijn een perfect stel. Dit is de perfecte ruimte voor een nieuw huis. Je hebt gelijk. Laten we alle extra spullen weghalen. Ken, ik kan wel wat hulp gebruiken. Nu kun je je vingers buigen. Zonder jou was het niet gelukt. Altijd. Ik zal de kast verplaatsen.
Ik haal de kaars weg. Ho, mijn outfit is niet geschikt voor de bouw. Hier is een idee. Mijn naaimachine staat altijd voor me klaar. Ik zal een bouwpak naaien. Wat ben je van plan? Ik heb een nieuwe pasvorm genaaid. Voor wie is het? Ik? Duh, ik pas het. Nee, we hebben meer rolls nodig. Geweldig! Nu is het genoeg. Wat jij wil. Oh ja, ik vind het leuk. Ken, zie ik er leuk uit? Je ziet er... Wat dacht je van een outfit voor mij? Hier, probeer het eens. Past als een handschoen. Wil je me nu helpen de kamer op te ruimen? Wow. Zeker weten. Ik heb een idee. Een tablet? Inderdaad. Eerst maken we een foto van de kamer. Wat is het volgende? Verwijder de bank op de foto. En die verdwijnt in het echt. Tijd voor de kast. En de kleerkast. Oh, wow. Dat is gekkenwerk. Witte schilderijen en een plant. Mag ik het proberen? Ik heb het. Ik verwijder deze klok. Geweldig. Ben je klaar? Laten we beginnen. We hebben bouwhelmen. Ik kan niet wachten om te beginnen. We moeten een ontwerp schetsen. Met dit potlood. Wow, echte magie. De echte magie gaat nu gebeuren. Dit is de basis voor onze kamer. Mag ik een tekening maken? Leef je uit. Bedankt. Ik kan alles bouwen. Alles wat ik wil. Oh ja. Ik ben een bouwgenie. Ken, wat is dat? Het zou beter zijn als je me het potlood gaf. Prima. Ik maak zelf een frame. Wauw. Nog een paar stukjes. Wauw. Helemaal klaar. Het potlood heeft het gehaald. Ken, wat denk je ervan? Wow. Barbie, je staat aan mijn kant. Wat dan ook. Ken, je staat nu aan mijn kant. Ga terug naar de jouwe. We hebben een muur nodig. Bijna klaar. Ik moet alleen op de schroef aandraaien. Oh man, de boer is dood. Hey, hulp nodig? Oh ja, echt waar. Alsjeblieft. Een hamer? Nou, bedankt. Ken, ik heb het gebouwd. Ik ben hier. Hoe ben je hier terechtgekomen? Fluitje van een cent. Er is hier ook geen muur. Er waren niet genoeg voorraden. Wat dan ook. Mijn volgers missen me nu al. Welke kleur verf moet ik kiezen? Ken, wat denk jij? Beide zijn geweldig. Eén is een weg te gaan. Oeps. Oh nee, mijn gezicht. Mijn volgers zullen zo bang zijn. Ik lap het wel op. Met welk gezicht ga ik? Dat is het. Blijf zitten. Bedankt. Ik ben terug. Welke kleur roze is het beste? Deze zal perfect werken. Nu kan ik schilderen. Wow, het is gelukt. Barbie, doe je ogen dicht. Ik heb een verrassing voor je. Dit roze moet minder verzadigd zijn. Klaar. Open je ogen. Wow. Mooi, ik vind het mooi. Maar Ken? Ons huis heeft geen dak. Dat klopt. Doe er iets aan. Go. Welke dakpannen vind je mooi? Er is geen roze. Ziezo, nu hebben we de perfecte kleur. Cool. Laten we een dak maken. Wow, dat is geweldig. En het dak is klaar.
Wat is dat? Ik weet wat ik ermee moet doen. Weet je het zeker? Yep. Het is perfect voor muurdecoratie. En ramen. Best leuk. En ik heb een bord gemaakt. Deze kamer is van mij. Ik wil ook een bord. Barbie en Ken's huis. Dat is een no-go. Waarom niet? Ik zal een nieuw bord voor je maken. Ken's Place. Wauw. Dank je. Je moet gewoon van plaats wisselen. En veranderen. We zijn klaar met bouwen. We hebben meubels nodig. Ik zoek een paar bedden. Hier is de bezorger. Dat moet genoeg zijn. Je bestelling. Iemand? Is dat een pop? Het geld is echt. Oké. Mijn pakje. Zo zwaar. Ik zal je helpen. Bijna klaar. Poef, eindelijk. Bedankt voor de hulp. Laten we eens kijken wat erin zit. Een kussen. Precies het goede. Weet je het zeker? Zeker weten. Kijk, het bed is klaar. Wow, ik zal het ook eens proberen. Het is gelukt. Ons huis is geweldig. Ik ben er gek op. Dank je, Ken. Dit huis is met liefde gebouwd. Oh, ik heb een idee. Tijdschriften met mij op de cover. Ik maak er posters van. Klinkt goed. Hier en hier uitknippen. Leuk. Zwerfvuil is slecht. Klaar. Tijd om de muren te versieren. Ik ben helemaal weg van de nieuwe posters. Uiteindelijk ben ik gewoon super fotogeniek. Ken, kijk eens hoeveel afval je hebt achtergelaten. Je had voorzichtiger kunnen zijn. Ken, waar ben je? Ik haat schoonmaken. Ik moet me verstoppen. Barbie zal me hier niet vinden. Ik ben verbijsterd. Weten jullie waar Ken is? Reageer hieronder. Nou, hij zal toch zijn vuilnis oprapen. Hij zet het stofzuigergeluid aan. Barbie is klaar met schoonmaken. Je bent terug. Hier, je hebt dit nodig.